Strategisch verdeeld over het land heeft de Belen-groep meerdere eigen vestigingen, waar diverse afvalstromen op een verantwoorde manier verwerkt worden. Hergebruik van de vrijkomende materialen geldt daarbij als de kern van de activiteiten. Een sprekend voorbeeld van zo'n bedrijf is de locatie Rotterdam in Vlaardingen. Dagelijks komen hier in de centrale hal ladingen met bedrijfs-, bouw- en sloopafval binnen voor de verwerking naar een tweede leven. Directeur René Koppenaal legt uit wat hier gebeurt nadat in de hal de voorsortering heeft plaatsgevonden. Het materiaal wat resteert gaat vervolgens hier in de opvoerband richting de eerste trommelzeven waar het materiaal wordt gesorteerd op afmeting. Dus alle materialen kleiner dan 400 mm die gaan door de zeef heen. Alle materialen die groter zijn dan 400 mm die worden eerst nog geschredderd. Dan wordt het klein gemaakt. Vervolgens het materiaal wat resteert gaat net als het materiaal wat door de eerste trommel heen is gevallen naar de tweede trommel. Daar wordt het materiaal gescheiden op 0 tot 80 mm en 80-400. En vervolgens wordt het materiaal wat dan resteert geleid naar een windshifter, waar het materiaal middels luchttechniek wordt gescheiden. Dus al het materiaal wat heel erg licht is, wordt weggeblazen. Het materiaal wat zwaar is, dat valt eigenlijk naar beneden. Onze sorteerinstallatie is uitgerust met twee infraroodscheiders. Eén infraroodscheider is ingebouwd om de papierfractie terug te winnen uit ons afval. En de andere infraroodscheider is gebouwd om ons houtachtig materiaal uit onze restfractie te schieten. Alvorens het materiaal bij ons door een leescabine gaat, wordt het metaal middels bovenbandmagneten afgescheiden. En gaat het materiaal door een leescabine waar mensen eigenlijk onze eindstromen nog controleren op vervuiling die dan uit de verschillende monostromen worden uitgesorteerd. Alle minerale producten die wij uit deze sorteerlijn terugwinnen, die gaan naar onze eigen puinbrekerij. Die materialen die gaan samen met het puin wat wij inzamelen worden gebroken. En die producten die daaruit komen, die vermarkten wij weer als granulaat. Daarnaast hebben wij weer een kleine 40 ton per week aan papier wat we terugwinnen uit deze lijn. Een van onze reststromen is ook het hout. Wij leveren eigenlijk ons hout aan diverse afnemers, als het gaat om spaanplatproductie of de productie van elektriciteit in de vorm van biomassa. Uiteindelijk hebben we ook een residufractie over. Ja, dat bedraagt eigenlijk maar rond de 20% residu, wat wij vervolgens nog afvoeren naar een verbrandingsoven. Afhankelijk van het product krijgt dat dus een bestemming en wordt daar naartoe vervoerd. Voor grote hoeveelheden gebeurt dat vanuit milieu- en kostenoogpunt per binnenvaartschip. Om die reden ligt ook iedere Belen-vestiging aan open water en heeft een eigen afmeerkade. Hier worden dagelijks schepen geladen met basismaterialen voor bijvoorbeeld de wegenbouw in binnen- en buitenland. Voor kleinere hoeveelheden en kortere afstanden wordt vervoer per as ingezet. Zelf nam het bedrijf voor dat doel deze splinternieuwe trekker-opleggercombinatie in gebruik. Een Euro 6 Scania Crown Edition R450 met een heavy-duty walking floor trailer van Titan. Met recht het nieuwe visitekaartje van het bedrijf. De vloer van de trailer komt van het Amerikaanse Keith. De 9 bewegende bodemlatten zijn gemaakt van gezette hardoxplaten. Een allround combinatie die alle soorten zware vrachten probleemloos aan kan en die ook nog eens snel lost. Kortom, een duurzame maar ook praktische investering. Kijk voor meer informatie ook op onze website rtltransportwereld.nl.